Hoppie! Yes! Hey, vlog nummer 5 alweer. En we waren deze week met ons gezin waren we in de babybijbel aan het lezen. Ik heb 4 kinderen en we lezen dus af en toe de babybijbel. Speciaal voor kleine kinderen, voor de kinderen van 2. En dan kunnen leuke liedjes kunnen daar gezongen worden. En in de babybijbel staat ook het verhaal van Jezus. De geboorte van Jezus. En hoe toevallig is het dat we vandaag vieren we het eerste Adventsdag. Advent. Wat is nu precies eigenlijk Advent? Nou, Advent is de aanloopperiode richting Kerst. Kijk, normaal gesproken hebben we in de kerk staan er 4 grote kazen. En als al die 4 kazen aanstaan, dan is het Kerst. En Advent komt van het Latijnse woord adventus. En adventus, dat betekent komst. Dus eigenlijk weten we, over 4 weken, dan is het kerstfeest. Maar in de tijd van de Bijbel wisten mensen natuurlijk niet dat het over 4 weken kerst zal zijn. Eigenlijk hadden ze al heel lang niks meer van Jezus gehoord. Of eigenlijk hadden ze helemaal niks meer van God gehoord. Het was heel lang stil. Tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament zit ongeveer 400 jaar. 400 jaar lang had God zich niks van zich laten horen. En dat is een hele lange tijd. Er waren geen profeten geweest, profeten, mannen van God, die iets kwamen vertellen. Nee, er was helemaal niks. Het was helemaal stil. En misschien ken je ook wel zo'n periode. Een periode in jouw leven dat je denkt van God, waar bent u nou? Waarom? Ik bid ergens voor en er gebeurt helemaal niks. Het is helemaal stil. En eigenlijk word je daar best wel een beetje verdrietig van. Vorige week hebben we Eeuwigheidszondag herdacht. En misschien, en dat is heel verdrietig. En misschien heb je toen ook wel gebeden, Heer, wilt u zorgen voor troost? En misschien gebeurt er helemaal niks. En dat is eigenlijk in die tijd was het ook zo. De mensen schreeuwden het uit naar God. God, waar bent u? En het was helemaal stil. Totdat het gebeurde. Opeens greep God in. Niet met een leger engelen, wat God het makkelijk had kunnen doen. Niet met de regen zoals bij Noach, dat Noach een boot moest bouwen. Geen profeten die ons kwamen vertellen hoe we moesten leven of niks van dat alles. De stilte werd verbroken door een gehuil van een baby. God zelf komt van zijn troon en wordt mens. Dat vieren we met Kerst. En over 4 weken is het dan zover. In Hebreeën 1 vers 2 staat: God heeft vroeger vaak op verschillende manieren tegen onze voorouders gesproken. En dat deed hij door profeten. Maar nu, aan het eind van de tijd, heeft hij gesproken door zijn zoon Jezus. Door zijn zoon heeft hij de wereld gemaakt. En hij heeft hem ook alles gegeven wat bestaat. Dat is Kerst. Jezus komt eraan. En ik zei net, misschien zit je zelf in zo'n periode waarin lijkt dat God heel ver weg is. Maar denk dan aan Advent. Denk dan dat je een kaarsje op mag steken en dat het licht van de wereld komt. En het licht van de wereld is er hoop, is er rust, is er vrede. Jezus is het licht van de wereld.